Oké, dit is de vierde video in de serie over trillingen en golven. We gaan nemen bovenbouw natuurkunde. Deze gaat over lopende golven. Hier gaan we eerst even naar opgave 16, want we bespreken die opgave. 16 tijdens het WK voetbal in 1986 is de maximum wave bedacht. Een aantal toeschouwers in stadion staat juichend vanuit de stoeltjes op met de armen omhoog en na een aantal seconden gaan ze weer zitten. De mensen ernaast reageren hierop en doen hetzelfde. Hier ontstaat het effect van een golf door het stadion. Is een transversale of een longitudinale golf, leg je antwoord toe. Het is een transversale golf, want de golf die loopt horizontaal door het stadion, maar de mensen gaan omhoog en omlaag als ze gaan opstaan en gaan zitten. Dus die twee bewegingen, de beweging van de golf horizontaal en de beweging van de mensen, verticaal, die staat loodrecht op elkaar. En dat is karakteristiek voor een transversale golf. Oké, Astrid en Michael zitten naast elkaar in het stadion. Astrid begint te weven, Michael volgt 0,40 seconden later. Na 8 seconden zit Astrid weer. In het stadion is de breedte van een stoeltje met tussenruimte gelijk aan 60 centimeter. Breken dan de frequentie van de wave. Nou, de periode is 8,0 seconden. Dan is de frequentie 1 gedeeld door 8,0 seconden. Dat is... Hier staat 1,25 hertz, afstand 0,13 hertz. Nou, dat klopt natuurlijk niet van, dit is 0,125 hertz. Dat klopt wel. Dus 0,13 hertz is wel goed. We rekenen de golfsnelheid van deze wave. Nou, dat is een horizontale snelheid. Die gaat met constante snelheid. S is 2 maal t. S is 60 centimeter of 0,60 meter. Dat is afstand tussen twee stoelen, dat is ook afstand tussen twee mensen natuurlijk. En de tijd tussen het reageren van twee mensen is 0,40 seconden, dat stond gegeven. Waar stond dat? Dat stond te bekijken, waar stond dat precies? Dat stond hier, ja. Oké, dus die vul je dan in, S is V maal T, 0,60 is V maal 0,40. V is dan natuurlijk 0,6 gedeeld door 0,4, is 1,5 meter per seconde. Dan D, berekent de golflengte van de wave. Dat doe je met de formule golfsnelheid is golflengte gedeeld door trillingstijd of periode. Oké, die weet je allebei. Is 1,5 meter per seconde en die is 8,0 seconden. Je kan het trouwens doen met V is lambda maal F, want F die weet je ook. Die is 0,13. Maar goed, we doen het met V is lambda gedeeld door T. V is 1,3, T is 8,0. Lambda golflengte is dan het product van die twee. 1,3 maal 8,0 is 12 meter. Oké, dat is 16. Gaan we naar 17. Een aardbeving veroorzaakt een zowel longitudinale als transversale golven. Deze golven hebben een verschillende snelheid. Longitudinale golven hebben een snelheid van 4,9 km per seconde. Transversale golven hebben een snelheid van 3,4 km per seconde. Een aardbeving vindt plaats ten oosten van het meetstation. De beving kan in drie richtingen trillen, noord-zuid, oost-west en op en neer. Welke van de trillingen worden door longitudinale golven en welke worden door transversale golven veroorzaakt? Oké. De aardbeving vindt plaats ten oosten van het meetstation. De golfbewegingen dus van oost naar west, als een trilling van oost naar west wordt doorgegeven, is de richting hetzelfde als de richting van de snelheid. Oké, dus de beweging is horizontaal en de golfbeweging is ook horizontaal. Dat is inderdaad longitudinaal. Trillingen van noord, zuid en op en neer staan dus loodrecht op de oost-westrichting. Oké, dat zijn dus transversale golven. En voor op en neerbewegingen geldt natuurlijk hetzelfde. Op en neer staat ook loodrecht op oost-west, dus ook dat zijn transversale golven. Oké, 17b dan. De frequentie van de transversale golf is 1,2 hertz. Bereken de golflengte van de transversale golf. Dat doe je met V is F maal lambda. Golfsnelheid was 3,4 km per seconde voor de transversale golf. Dat stond in het verhaaltje, dat staat daar. En er werd gegeven dat de frequentie is 1,2 hertz in de opgave hier. 1,2 hertz. Oké, dus dan hou je alleen lambda nog over. Oké, 3,4 km per seconde is 3,4 maal 10 tot de derde meter per seconde. Is 1,2 maal A. A is dan 3,4 maal 10 tot de derde geëeuwen. 1,2 is 2,83 maal 10 tot de derde. Oftewel 2,8 maal 10 tot de derde meter als je naar significantie kijkt. En dat moet. 17c dan. De longitudinale en transversale golven variëren met een tijdverschil van 20 seconden bij het meetstation.
Bereken afstand tussen het meetstation en het epicentrum bij de bron van de beweging. Oké. De longitudinale goal en transversale leggen dezelfde afstand af. En het verband is bij beide SSV maal T. Voor de longitudinale goal geldt dat de snelheid is 4,9 meter per seconde. Dus S is 4,9 maal T. Oké. Dan is S in kilometer en T in seconde. Oké, voor de transversale goal gaat het allemaal precies hetzelfde. Alleen die snelheid is 3,4 kilometer per seconde. En die komt 20 seconden later. Dus als het invult, afstand is 3,4 maal T plus die 20 seconden. Dus haakjes. Oké. Nou, dan moet je T zien te vinden. 4,9 maal T is 3,4 maal L maal 20. Dat is deze. 4,9 maal T is 3,4 maal T maal 68. Dan heb je de haakjes weggehaald. 3,4 maal 20 is 68. Oké. Oké, het verschil tussen deze twee is dan 4,9 min 3,4, dat is anderhalf, is dan gelijk aan maal t, hè? 4,9 maal t min 3,4 min is anderhalf maal t. Als aan beide kanten haal je er anderhalf t af. En die 68 die blijft natuurlijk staan, dus anderhalf maal t is 68. T is dan 68 gedeeld door anderhalf, is 45,3 seconden. Invullen in S. S is 4,9 maal T levert. S is 4,9 maal 45,3 is 2,22 kilometer. Afgang 2,2 zit aan die kant. Oké. Nou, dat is allemaal prima. Zitten bij 17. Hoeveel meetstations zijn er nodig om de plaats van het epicentrum te kunnen vaststellen? Antwoord toe. Als je weet wat afstand tot van meetstation tot epicentrum is, dan kun je dus een bol tekenen waarop alle punten liggen die het zou kunnen zijn, maar in werkelijkheid. Oké, als je met een tweede meetstation doet, kun je ook een bol tekenen. En die snijden elkaar natuurlijk in twee plaatsen. Het is natuurlijk wel een bol, maar het is natuurlijk op het aardoppervlak. Dus op het aardoppervlak krijg je dan twee cirkels die elkaar snijden op twee plaatsen. Er zijn twee plaatsen die over die zou kunnen zijn. Dan heb je nog een derde meetstation nodig. Die krijg je natuurlijk ook een bol daarvan. Maar goed, op de aardoppervlak is dat een cirkel. En die zal dus een van die twee snijpunten van die andere twee ook snijden. En daar is het dan. Ja, dus je hebt drie gegevens nodig. Als je ook nog wil weten hoe diep het is, dan wordt het nog wat ingewikkelder. Dan heb je een vierde meetstation nodig. Ja, dus als je drie meetstations hebt, dan weet je waar het epicentrum is op het aardoppervlak. Als je ook nog de diepte wil weten onder het aardoppervlak, dan heb je inderdaad een vierde meetstation nodig. En de plaats waar dan alle vier de bollen elkaar snijden, daar is dan het epicentrum van de aardbeving onder het aardoppervlak. Ja. Goed, gaan we naar 18. In figuur 9,33, dat is deze, zie je de momentumnaam van een koord dat in trilling is. Dus dit is de lengte. En dat is gewoon een foto eigenlijk van een koord die gemaakt is. Oké, door dit koord beweegt zich een puls van links naar rechts. Dus de puls begint hier en die gaat dus die kant op. Dus hij is hier begonnen, een tijdje later was hij hier, een tijdje later was hij daar, een tijdje later was hij hier, een tijdje later was hij hier, een tijdje later was hij hier. Nou is hij hier uiteindelijk, en nog iets later zal hij uiteindelijk daar terechtkomen. Oké, hoe is A zijn beweging begonnen? Vanuit de evenstand omhoog of omlaag? Vanuit de evenstand, oké, gaan we kijken. Als je hier zit, deze gaat bijna bewegen, je ziet de golf van links aankomen, en dat betekent dus dat dit punt zal naar beneden gaan als deze golf langskomt. Nou, dan is A dus ook begonnen met naar beneden gaan. Ja, oké, B bepaalt hoeveel trillingen punt B heeft uitgevoerd. Dus even kijken hoor, dat is hier. Nou, dan ga ik even kijken, want dit is een halve trilling, dit is een hele trilling, dit is anderhalve trilling, dit is 1/3 trilling. Oké, en A is zelfs 2 hele trillingen gedaan. Hij is alweer gestopt zelfs. Oké, maar het ging dus om B, 1,75 trillingen dus. Leg uit dat de amplitude van de trilling die punt C uitvoert gelijk is aan de amplitude van de trilling die in punt B uitvoert. Nou ja, je kan duidelijk zien dat de amplitude, dat is de maximale uitwerking. Die kun je dus hier zien, die kun je hier zien, die kun je hier zien en die kun je daar zien. Maar dit is maar een momentopname. Elk punt op dit koord gaat dus een keer deze maximale amplitude omhoog hebben en ook omlaag trouwens. Twee keer zelfs, want ik kom twee keer langs. Dus dat geldt ook voor dat punt C. Ja, oké.
Dat was, was het. Ja, D wordt hoeveelheid trillingsenergie in het koor steeds groter, ligt je antwoord toe. Zolang het begin punt telt, wordt de trillingsenergie aan het touw toegevoegd. Je kan in de figuur zien dat A alweer tot rust is gekomen. Dus er wordt geen energie meer toegevoegd, alleen wordt anders over het koord verdeeld. Dus de trillingsenergie neemt niet meer toe, want je kan aan A zien al dat de trilling uiteindelijk gestopt is. A beweegt al niet meer. Bepalen in welke richting punt C bezig is zich te verplaatsen. Kijk, je kan zien, hij is al, dit is al voorbij, dus hij is al naar beneden. Hij is natuurlijk begonnen, nou, hij is al naar beneden geweest en dan weer teruggekomen naar de evenwichtstand. Maar hij gaat dus naar boven toe. Dus hij komt van onder en hij gaat naar boven. Dus hij beweegt zich omhoog. Dat is precies wat hier staat. Volgende is opgave 19, het punt A van een lang horizontaal koord AB wordt in harmonische trilling gebracht. Daardoor gaat zich in dit koord een lopende transversale golf voortbewegen. Ja, dus de punten op het koord bewegen zelf zo, in deze richting, deze amplitude, maar de golf beweegt zich natuurlijk die kant op. Oké. Op deze 0 trilt het punt A al enige tijd. Op tijdstip deze 0 is dus niet de tijdstip waarop A in beweging is gebracht. 934 staat een D. Deel van het UT-diagram weergeven van het punt van het koord. Dus dit is niet een foto van een koord, maar dit is de plaats van één punt gevolgd in de tijd. Ja. Dat is dus iets anders. Moet je goed opletten. De vorige opgave was dus een foto van een koord. Dus dit is dit de afstand van links naar rechts. En is dit dus de uitwijking. Dus de horizontale afstand en verticale afstand. Maar dit is een heel ander type grafiek. Dit is een tijd. En daarbij wordt de verticale uitwijking gevolgd. Dus let op of je wat je voor je hebt. Of je een grafiek voor je hebt waarbij horizontale plaats tegen verticale plaats staat uitgezet, dus eigenlijk een foto van het koord, of dat je één punt volgt in de tijd, zoals hier het geval is. Daar moet je erg op letten. Oké, bepaalde frequentie. Goed, de frequentie bepaal je met behulp van de trillingstijd, en de trillingstijd kun je uit de grafiek halen. Kijk, je ziet in figuur 934 hier dat de halve trillingstijd tussen 1 en 4 milliseconden is. Kijk, maar hier heb je dus, gaat hij door de evenwichtsas, en hier gaat hij ook door de evenwichtsas, er zitten 3 milliseconden tussen. Dat is een halve trillingstijd, dus een hele trillingstijd is dan 6 milliseconden. Oké, de frequentie, dat is 6, maar kom je allemaal 10 tot de min 30 seconden. De frequentie is dan 1 gedeeld door die waarde, hier wordt het uitgerekend. Dat is 1,7 maal 10 tot de tweede hertz. En dan in figuur 935 is de stand van het koord getekend op een tijdstip T. Dit is dus wel een foto van het koord. Hier heb je de horizontale afstand en hier heb je de uitwijking van al die punten die op dat koord liggen. In de tekening is x de afstand tot het punt A. Dus x staat hier op, is gewoon de horizontale afstand. Hè, tot het punt A. Dat is 15, 30 en 45. En dit is centimeters erbij. Oké. Bepaalde golfsnelheid. Oké, de golfsnelheid kun je berekenen met de formule voor de golfsnelheid. Dat is V is snelheid is frequentie F maal golflengte lambda. Nou, de golflengte is 15 centimeter. Kijk maar, hier begint die. En dit is 1 golf. Dat is 15 centimeter, oftewel 0,15 meter. De frequentie hadden we al bepaald in A, 1,666 maal 10 tot de tweede hertz. Nou, de snelheid is dan niet 2 met elkaar vermenigvuldigd. 0,15 maal 1,66 maal 10 tot de tweede is 25 meter per seconde. Dat is dus door de snelheid waarmee de golf van links naar rechts loopt in dit geval. Het heeft niet te maken met de snelheid waarbij de punten op en neer bewegen. Dat is een andere snelheid. Dat noem je geen golfsnelheid. Oké. Figuur 35 hoort bij punt C van het koord. Het tijdstip waarop de stand van het koord getekend was, is dan 1,0 maal 10 tot de min derde of 4,0 maal 10 tot de min derde. Leg uit op welk tijdstip
de stand van het koord getekend is. Nou, de golf is begonnen bij A. En uit figuur 9,35 volgt dus dat de golf van links naar rechts beweegt. Oké, dat is duidelijk. Hieruit volgt dat C bezig is om zich omhoog te plaatsen. Even gaan we naar C. Kijk, de kop is al geweest, dus hij is al naar beneden geweest. En de andere top komt aan, dus hij zal omhoog gaan. Dus hij komt van laag en hij gaat naar hoog, dus hij gaat omhoog. Oké. Dan gaan we kijken naar 9,34. Dat gebeurt. Wanneer gebeurt dat? Dit was voor, dat gebeurt op dat moment. 4 milliseconden. Want dan gaat hij gaat van laag naar omhoog. Dus dat is hier en niet. Hier gaat hij van hoog naar laag. Oké, dus het is op 4,0 maar 10 tot min derde seconde. En niet op 1,0 maar 10 tot min derde seconde dat deze foto gemaakt is. Leg uit waarom dat figuur 9,34 niet bij punt D van het koord kan horen. Kijk, bij punt D, die is al... gaat dus ook omhoog, net als punt C. Waarom kan die er dan toch niet horen? Nou, oké, in punt D begint zich in evenstand en is pas 1 keer getrild. Daarvoor was punt D in rust. In 9,34 is het punt getrild al 2 keer boven de, door de evenstand is geweest. Dat is dus het punt links van D. Oké, nou is hier. Hè? Dus even kijken of dat klopt. Deze punt D is al een keer omhoog en een keer omlaag geweest. Maar punt C is al 2 keer omhoog en omlaag geweest. Oké. Dan E. Er is een punt van het koord dat 18 centimeter van A ligt. Even kijken, dat is hier niet zo bij C dus. Op het moment dat geldt dat de fase is 4,8. Oké. Breekt de fase op het punt van E op dat moment. Oké. De fase is het horizontaal verschil gedeeld door de lambda. Dat is een manier om te berekenen. Dat x is 8 centimeter. Lambda is 15 centimeter. Als 18 deel door 15 is dat 1,2. Oké. Omdat E later is begonnen met trillen, loopt E dus achter in fase. Dus dat betekent dus dat die de fase is 1, was 4,8. En het verschil in fase is 1,2. Hij loopt achter, dus dan is hij pas bij 3,6. Ja, als hij voor zou lopen, zou hij bij 6,0 zijn, maar hij loopt achter. Hè. Vandaar 3,6 en niet 6,0. Nou, gaan we naar opgave 20. Opgave 20. Een aardbeving onder water noem je een zeebeving. Als gevolg van een zeebeving kan een tsunami ontstaan. Bij Hawaii komen zeebevingen voor. In figuur 9,36 zie je hoe lang een eventuele tsunami van Hawaii erover doet om de kust te bereiken. De afstand van Hawaii tot La Punta aan de kust van Zuid-Amerika is ongeveer 9000 kilometer. Oké. Bepaal de voortzettingssnelheid van de tsunami richting Zuid-Amerika in 2 significante cijfers. Oké, dan moet ik La Punta opzoeken. Dat is hier en die ligt tussen 12 uur en 13 uur reistijd, dat wil zeggen 12,8 uur. Oké, de afstand was 9000 kilometer, dat werd gezegd, dus S is 2 maal T. S is 9000 kilometer, T is 8 uur, die vul ik allebei in. De snelheid is dan 9000 gedeeld door 12,8. Dat is 7,0 maal 10 tot de tweede kilometer per uur, zeg maar 700 kilometer per uur. Oké, de golfsnelheid is recht evenredig met de wortel van de waterdiepte. En dat geldt voor de formule, de V, de snelheid, is K, dat is een constante, maal de wortel uit de diepte. Naarmate de golven in ondieper water komen, verandert de golflengte wel, maar de frequentie niet. Leg dit uit. Nou, een golf is een trilling. De eigenschappen van een trilling was de frequentie veranderen niet, want het trilling gaat over hoe snel dat die trilt, op en neer. Als de snelheid verandert, maar de frequentie niet, dan moet de golflengte wel veranderen. Kan niet anders. Als de snelheid lager wordt, dan zal ook de golflengte dus kleiner worden. Maar de frequentie kan niet zo veranderen, hè? Dat is gewoon hoe snel het op en neer gaat. En ja, in de verticale richting. Oké, door het kleiner worden van de golflengte wordt de golf als het ware in elkaar gedrukt. De amplitude van de golf neemt daardoor sterk toe. Bij de benadering is de amplitude omgekeerd evenredig met de golfsnelheid. Dus als de golfsnelheid laag is, is de amplitude hoog. Bij Hawaii is een tsunami
We aangenomen de frequentie van 5,0 maal 10 tot de derde, is dat volgens mij, achtste, nee, achtste hertz, moet ik lezen, zoals in het boek. De amplitude van de golf was op dat moment 40 centimeter. Tussen Hawaii en Zuid-Amerika is het water op de meeste plaatsen 5000 meter diep. Reken de amplitude van de golf als de waterdiepte nog maar 10 meter is. Oké, de amplitude van een diepte van 10 meter benader je met de amplitude van een diepte van 5000 meter. En een factor die volgt uit de golfsnelheid op 5000 meter en die op 10 meter. Oké, voor de golfsnelheid geldt V is K maal de wortel uit D, dat was gegeven hier in de opgave. De diepte verandert van 5000 naar 500 meter, dat scheelt dus een factor 500, hè? 5000 gedeeld door 1000. De golflengte neemt dan af met de factor wortel 500. De amplitude is omgekeerd evenredig met de golfsnelheid en deze neemt dus met dezelfde factor toe. Dus die wordt 500 keer, wortel 500 keer zo groot. De amplitude bij de diepte van 10 meter is dus 0,4, wat die bij 5000 was, maal de wortel uit 500 is 8,9 meter. Dus dat wordt dus een hoge golf, hè, bijna 9 meter hoog. Oké. Voordat de golfbank van een tsunami de kust bereikt, trekt het water zich heel ver terug. Grote stukken land vallen tijdelijk wel verklaard dit verschijnsel. Ja, bij het naderen van de kust wordt de golflengte hoger en de dalen worden dieper. En dat water moet ergens natuurlijk vandaan komen, dat is duidelijk. En dat wordt dus eigenlijk, een deel van het water wordt natuurlijk van de kust weggetrokken en een deel natuurlijk uit de zee. Maar het gaat om het water wat uit de kust weggetrokken wordt natuurlijk, het zand valt dan droog. Ja. Oké, later komt natuurlijk een verschrikkelijk hoge golf die verwoestend gaat zijn. Oké, dat was paragraaf 4. Hierna volgt nog paragraaf 5, 6 en 7.